allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik 10 organize tips voor jouw appartement, kamer, kleine ruimte, studio, whatever. Dus als je het leuk vindt, doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en dan gaan we snel beginnen. De eerste tip is neem een bed met opbergruimte. Dit is een meubel wat al heel veel ruimte in beslag neemt. Dus hoe fijn als je de ruimte onder het bed kan benutten om daar gewoon spullen te bewaren. Wij hebben de Emma Deluxe Storage Box Spring en daar kan tot wel 640 liter in opgeborgen worden. En je kan het aan de zijkant zo opentrekken aan twee kanten en dan daaronder van alles bewaren. Ik hou bijvoorbeeld mijn zomerkleding daar en in de zomer hou ik mijn winterkleding daar. Het scheelt mij heel veel ruimte in de kledingkast, waardoor ik mijn kledingkast weer wat mooier en meer aesthetically pleasing kan indelen, omdat er minder items in hangen. En dat is vaak het geheim. Met minder items ziet het er mooier uit. Dan nog even over het bed, want ik slaap echt beter dan ooit. En dit kan jij ook ervaren. Emma biedt namelijk 100 dagen proefslapen aan. En super fijn, met deze Deluxe Storage Box Spring gaan ze me ook nog eens helemaal in elkaar zetten. Dus je hoeft niks te doen. Ze komen binnen, ze gaan helemaal hun gang en opeens staat het hele bed er. Super fijn. En daarnaast heb ik van Emma ook een kortingscode ontvangen die ik met jullie mag delen. En de kortingscode is Julia voorbij met hoofdletters. En wil je meer weten, check dan zeker het linkje in de beschrijving. Tip nummer 2, kies voor een bank met opbergruimte. Je bank is natuurlijk het tweede grootste meubelstuk in je huis. En wij hebben zelf zo'n lang gedeelte die omhoog kan en daar bewaar ik extra dekens en kussens in. Maar je kan hier van alles in opbergen. Ik zag ook mensen die hun hele skincare stash onder de bank of onder hun bed hadden liggen. Maar heel erg handig. En wat ik heb gedaan om wat kosten te besparen, ik heb de bank tweedehands gekocht en de hoes nieuw gekocht. En zo lijkt het alsof je toch een hele nieuwe bank hebt, maar ik heb heel wat euro's bespaard. Tip nummer 3. Ga ook voor een pouf met opbergruimte. Bijvoorbeeld bij je make-up tafel. Als je dan nog een stoel nodig hebt, kan je ook voor zo'n pouf gaan met opbergruimte. Dan kan je net weer even wat kwijt. Je kan daar bijvoorbeeld haartools in doen. En momenteel zit ik er ook op eentje. Deze is van de Action. En ik bewaar hier al mijn sjaals en handschoenen, winterdingen, zeg maar, in. En zo ligt het nergens in zicht en nergens anders in de weg. En ik vind het ook nog eens heel leuk staan voor mijn bed. Tip nummer 4. Om ervoor te zorgen dat je in een opgeruimde hal binnenkomt, hebben wij geen jassen aan de muur en geen schoenen op de grond. We hebben 4 van deze schoenenopbergers en daar passen ongeveer 4 paar schoenen per vak in. Dus per kast 8. En als je wat meer zomerschoenen hebt, kan je er misschien nog wel meer in kwijt. En we hebben er dan 4 naast elkaar, waardoor je gewoon de hele muur bedekt hebt. Ze zijn vrij smal, dus het staat niet heel erg in de weg in zo'n hal. Want vaak is een hal toch wat smaller. En ik heb er ook nog eentje over waar geen schoenen in zitten. En daar heb ik bijvoorbeeld alle items van Spike in gedaan. Zodat ik die ook bij de deur heb liggen, zoals zijn riem en extra dingen om te gooien bijvoorbeeld. Tip nummer 5. Kies voor een kast boven je wasmachine. En wil je nog meer ruimte besparen, kies dan voor een was- en droogcombi. Dit hebben wij zelf ook en ik vind het heel erg fijn. Je doet je handdoeken erin en je zet was- en droogstand aan en ze komen er schoon en droog uit. Super fijn. En het bespaart natuurlijk ook ruimte. Ik heb geen extra droger. Misschien als je een heel gezin hebt en heel veel moet wassen en drogen, dan is het niet heel ideaal. Maar als je alleen bent of met z'n tweeën of met een klein gezin, dan heb je er misschien wel genoeg aan. En ik zou je dan aanraden om een dichte kast boven de wasmachine te zetten. Daar kan je dan al je huishoudspullen in opbergen en ik zag ook een aantal opties voor een open kast, maar ik zou toch aanraden om voor een dichte kast te gaan. En dan kom ik ook meteen bij een volgende tip. Namelijk, dichte kasten zijn voor opbergen, open kasten zijn voor display / decor. Wij hebben dit in het hele huis doorgevoerd, behalve bij onze kledingkast. Maar dat heb ik eigenlijk zelf besloten omdat ik het leuk vind voor video's dat bijvoorbeeld mijn kleding op de achtergrond te zien is. Maar ik denk als ik niet op YouTube zat of op andere social media, dan zou ik gewoon een deur voor mijn kledingkast willen. Het ziet er daardoor veel rustiger en opgeruimder uit, want je ziet niet wat voor troep er allemaal achter de deur zit. Dus dat is eigenlijk hoe je ervoor zorgt dat je huis er wat makkelijker, sneller opgeruimd uitziet. De volgende tip gaat over een vaste plek voor al je items. Zo weet je altijd waar je iets kan vinden, maar ook met opruimen van waar moet het heen. Niks vervelender van die items die door je hele huis liggen en waarvan je denkt, oh ja, ik weet eigenlijk niet waar het moet, het ligt hier maar gewoon. Dus zorg dat je alles een vaste plek geeft en zorg dat je zoveel mogelijk categorie bij categorie legt. Vermijd te veel dubbele items, want dat neemt gewoon onnodig ruimte in en ja, is zonde van de ruimte toch om dingen dubbel te hebben. En dan heb ik het natuurlijk niet over een voorraad tandpasta, maar vaak in de keuken zien we vooral dingen die eigenlijk dezelfde functie hebben, waarvoor we dan 2 van hebben, maar we gebruiken altijd maar 1.
En de andere ligt wel in de kast en neemt ruimte in. Dat soort dubbele producten bedoel ik. Iets anders wat je daarbij ook in gedachten kan houden zijn multifunctionele items. Welke items kan ik voor meerdere dingen gebruiken? En zorg er dan voor dat ik andere items niet hoef te kopen. Wij hebben bijvoorbeeld een gesloten tv-kast en daar doe ik ook al de boeken in. En we hebben ook niet heel veel boeken, maar ik hoef bijvoorbeeld geen boekenkast te kopen. Dat is een beetje een klein voorbeeld. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, ik heb een statief en die werkt zowel voor camera als telefoon. Dus ik hoef niet twee aparte statieven te kopen. Dat soort dingen. En heb je dan ook producten die overbodig zijn en die je misschien kan verkopen? Zo heb je weer wat extra geld en meer ruimte. En dan nu de laatste tip voordat we naar de bonus tip gaan. Dus blijf zeker nog even kijken. Ga regelmatig door je huis, door al je spullen en laat oude, kapotte dingen gaan. Alles wat je houdt, dat moet je onderhouden, schoonmaken, opruimen, verhuizen. Als je gaat verhuizen. Alle producten die je hebt, daar moet je voor zorgen, daar moet je iets mee. Die moeten een plekje krijgen. Die nemen ruimte in beslag in jouw huis. En vanzelf is er ook geen ruimte meer voor nieuwe dingen. Ik probeer dit ook te doen dit jaar door maar één kledingstuk per maand te kopen. En door regelmatig wat items op Vinted en Marktplaats te zetten. Zodat ik gewoon weer meer ruimte krijg. Dingen die je niet meer past, die je niet meer leuk vindt, die je nooit meer gaat gebruiken. Soms denken mensen van, oh maar wat zonde, want het kostte me zoveel. Maar dat geld is al weg. Door dat item te houden, het voelt alsof je dan ook dat geld houdt, maar het geld is al weg. En als je het verkoopt, dan kan je juist nog een klein beetje van dat geld terugkrijgen. En als je het houdt en het hangt in je kast en je gebruikt het nooit, dan kost het je eigenlijk nog meer geld dan als je het verkoopt. En je hoeft natuurlijk niet meteen een minimalist te worden, maar het is wel goed om jezelf de vragen te blijven stellen. Gebruik ik het echt? Heb ik het nodig? Word ik er blij van? Zoals Marie Kondo zou zeggen, does it spark joy? En dan nu de bonus tip, gebruik veel spiegels in de ruimte. Spiegels vangen licht en daardoor lijkt de ruimte lichter en ruimtelijker en dus groter. En dat is natuurlijk altijd fijn als je een beperkte ruimte hebt. Dan waren dit al mijn tips en ik ben heel erg benieuwd naar jouw situatie. Woon je op jezelf? Woon je nog thuis? Woon je misschien op kamers met huisgenoten? Laat het weten in de comments en dan zie ik jullie heel graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Bye!